En dan heb ik iets gedaan. Ik weet niet wat. Maar ik heb sindsdien het gevoel dat ik in een constante hip-opener zit. Goedemorgen en leuk dat je deze week ook weer kijkt naar een weekvlog. Dat je weer meegaat deze week. Het is maandagochtend, het is bijna 10 uur. De kinderen waren afgelopen weekend bij hun vader, dus ik kon vanmorgen rustig opstaan. En wat was ik wakker? 7:30 geloof ik. 7:30, 8 uur, dus super lekker. Toch een beetje uitgeslapen. En ja, inmiddels zit de eerste was alweer in de machine. Ik probeer hetzelfde te doen met het bed van mijn oudste kind. Dat ik gisteren met mezelf heb gedaan, dat trucje. Niet alle bedden goed tegelijk, maar in 2 delen in de wasmachine, in de droger. En dan hopelijk kan het vanavond zo weer terug op zijn bed. En dan kan ik morgen het bed van de jongste doen. En dan hoef ik niet moeilijk te doen met opvouwen van beddengoed en al dat soort dingen. Dat zou wel fijn zijn. Ik moet vandaag ook heel nodig even een stofzuiger door mijn huis trekken. En er staat natuurlijk ook weer een afwas op me te wachten. Dus genoeg te doen zou ik zeggen. Dus, dit maar weer eens. Ben of ken je iemand die hier een vaatwasser zou kunnen en willen inbouwen? Laat het vooral even weten. Ja? Dan hoef ik dat nooit meer te doen. Dat. Want dat wil ik niet meer. Nee? Ook al is het zo meteen gezellig met een muziekje. Dat wil ik niet meer. Nee? Klaar. Soort van. Maar dat komt straks wel. Want het past niet meer. En ik heb nu geen zin meer. En ik hoop dat die ook snel klaar is. Want dan kan ik misschien het beddengoed van de jongste ook nog doen vandaag. In plaats van morgen. Zo. Bed 1 is klaar. Bed 2 zit nu in de was. Tenminste, het beddengoed. Dus dan hoef ik nu alleen nog maar boodschappen te doen. Te koken, te eten, af te wassen. Van vanavond dan, want de rest heb ik net gedaan. Te stofzuigen, een video te monteren en te schrijven. Oh, eitje. Het is dinsdagmiddag, 5 uur geweest, denk ik. Ik sta op het punt om binnen de sportschool te gaan voor een uur bodybalance. Ik heb vanmorgen ook al lessen gegeven. Ik heb vanmorgen gespeeld met een paar fitnessballen. Ja, dat doe ik ook wel eens. Ik dacht, ik ga planken erop of zo. En dan heb ik iets gedaan. Ik weet niet wat, maar ik heb sindsdien het gevoel dat ik in een constante hip-opener zit. Dus ik ben heel benieuwd hoe mijn les zo meteen gaat. In ander nieuws, mijn idiote zus heeft mij aangemeld voor Married at First Sight. Die sport niet, dat kind. Nee. Terwijl jullie dat even verwerken, ga ik even moeilijk doen met body balance en de hip opener, terwijl het zeer doet. Of zo. Of zeer, ik weet het niet. Het voelt raar. Nou goed, ik ben weer even weg. Oké. Mijn laatste les op zaterdag is dus in een sportschool naast de action. En ik ben gek op de action. Het is nou hartstikke mooi weer natuurlijk. Dus er was gewoon helemaal niemand in de sportschool. Want ja, wie komt er dan ook van 1 tot 2 sporten midden op de dag als het zo mooi weer is. Anyway, dus ik dacht, ik ga even naar de action. Dan ga ik even, hoe heet zo'n ding, een beschuitbus halen. Want die heb ik nog niet. Die hadden ze natuurlijk niet bij de action. Maar ze hadden wel, daar ben ik heel blij mee, een yogamatje. Want die had ik natuurlijk nog niet. Een yogamatje. In mijn verdediging, dit is wel de aller fijnste yogamat die ik heb. Dus ik ben al een poosje op zoek naar een tweede daarvan. Gewoon als een soort backup. Want als deze het begeeft of kapot gaat of wat dan ook. Of ik raak hem kwijt of iets. Dan ga ik heel hard huilen, want hij is zo fijn. Dus ik ben echt heel blij dat ik er nu een tweede van heb. Dus dat dus op de zaterdagmiddag. Ik ga even douchen. En daarna ga ik heel even rustig aan en dan moet ik mijn jongste kind ophalen. Zo ook weer een heel verhaal. Maar ik wil eerst even douchen, eten en zitten. Want ik ben best wel gaar eigenlijk. Ja. En zo is het dus plotseling alweer maandag. Heb ik er helemaal niet meer aan gedacht om deze vlog af te sluiten gisteren. Want mijn weekend verliep natuurlijk ook alles helemaal anders dan gepland. We begonnen vrijdag dat de oudste tijdens het spelen tussenmiddag een tak tegen zijn oog kreeg. De juf vertrouwde niet helemaal, die stuurde hem naar huis. En ik vond dat hij wel even naar de huisarts moest. Maar mijn jongste kind moest natuurlijk ook uit school opgehaald worden. Die mocht niet alleen naar huis. Dus gelukkig konden mijn ouders komen om met de oudste naar de huisarts te gaan. Zodat ik de jongste kon ophalen. Nee, allemaal gedoe. Toen hadden we s'avonds zwemles. Dat was de zwemchallenge waar eigenlijk de oudste zou strijden tegen de jongste. Maar de oudste mocht niet zwemmen. Want oog. Alles is wel gelukkig gewoon goed. Hè? Er is niks aan de hand verder. Beetje dik oog, paars oog. Beetje opgezet allemaal. Maar is niks. Hij heeft geluk gehad. Laten we het daarop houden. En dan zouden ze vrijdagavond gaan logeren bij mijn zus en haar vriend. Tot zondag. Alleen toen werd ik dus zaterdagochtend wakker. En toen checkte ik heel eventjes mijn appjes.
En toen had ik een berichtje van mijn zusje dat ik eventjes moest bellen. Dus dat heb ik gedaan. Ik kon eigenlijk tot 9:30 slapen. Maar uiteindelijk zat ik al om 8:00, 8:15 aan de telefoon met mijn zus. Bleek mijn kind, de jongste, echt knal allergisch te zijn voor de kat. Voor Louis. Hartstikke sneu natuurlijk, want lief beestje en zo. Maar goed, hij wilde eigenlijk wel opgehaald worden. Dus ik heb hem opgehaald, maar omdat ik wel gewoon moest werken, heb ik hem daarna alsnog bij opa en oma gebracht. Die zagen dus ook hun weekend helemaal in rook opgaan op die manier. En ik ben zelf gaan werken. Alleen had de jongste dus ook nog een feestje zaterdag van een vriendje, waar die wel heel graag naartoe wilde. Want helemaal weg bij de kat begon die wel op te knappen. Dus toen heeft mijn moeder hem naar dat feestje gebracht. En zaterdagavond zat mijn zusje pannenkoeken bakken voor die gasten. Maar dat zag mijn jongste natuurlijk niet zitten. Want dan moest hij weer naar het huis met de kat, waar hij allergisch voor was. Maar hij wilde wel de pannenkoeken. Waarop mijn zusje besloot om thuis de pannenkoeken te bakken en die dan mee te nemen naar mijn ouders. Dus na het feestje heb ik, zeg maar, na mijn werk ben ik naar huis gegaan, heb ik gedoucht, heb ik de jongste opgehaald van het feestje. Ben ik ook naar mijn ouders gegaan, daar hebben we met z'n allen pannenkoeken gegeten. Toen is de oudste met mijn zus meegegaan voor nog een nachtje logeren. En ik ging naar huis met de jongste. En het was dus een heel ander weekend al gepland. Ik ben wel blij dat het erop zit. Vandaag weer een nieuwe week begonnen. Dus dat is ook mijn cue om een nieuwe vlog te beginnen. En om deze af te sluiten. Dus bij deze, dankjewel voor het kijken. En tot volgende week.